allemaal. Vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En vandaag heb ik een haul slash shoplog. Want ik ben naar de Creadoe geweest op de jaarbeurs in Utrecht. Heb ik wat leuke dingetjes gekocht. En dat wou ik graag aan jullie laten zien. Dus kijk vooral lekker verder. Als eerst laat ik iets zien wat ik niet daar heb gekocht, maar wat ik zeg maar vandaag even snel heb gehaald omdat het daar niet te koop was. En wat ik al echt heel lang wou was deze Masha planner. Ja, ik wou hem al heel lang en ik dacht van ja, misschien kom ik op de beurs wel een andere planner tegen, maar dat gebeurde niet. Dus toen heb ik alsnog deze gekocht vandaag. Ik ga hier zeker video's over maken, want het leek me echt heel leuk. Ik zie heel veel mensen het doen en... ja, hier zit een vakje. Ik vind het een hele leuke planner in ieder geval. Het ziet er ook heel leuk uit. Dus ja, deze kost 25 euro. Maar eigenlijk was dat wat ik wou kopen vandaag. Maar toen liep ik naar de kassa en toen zag ik dit. En dit is eigenlijk stickers voor je bullet journal. Zoals je ziet zitten er heel wat leuke stickertjes in. Heel veel. En het kost maar 10 euro. Dus ik dacht van ja, kan ik niet laten liggen. Want hartstikke leuk en hartstikke handig voor de mensen die lui zijn. Er zitten ook namelijk van die agenda dingen in waar ik een beetje lui voor ben om dat allemaal te gaan schrijven, dus dat is wel heel handig. En dan gaan we verder naar de dingen die ik echt heb gekocht op de jaarbeurs. Dus eerst heb ik hier dingetje en dit is een soort van lama ding. Ik weet niet helemaal precies wat het is. Echt van mijn moeder. Maar dit kun je volgens mij in je planner doen of zo. Of in een boek als een soort van bookmark en zo. Dus dat vond ik wel heel leuk, want ik hou van lama's. Dan heb ik deze pen. Ik zal hem even uit de verpakking halen, want anders kun je hem helemaal niet zien. Het is deze pen, hij is rose gold en ik vond hem echt heel erg leuk. Ik had hem gekocht bij Loved by Gabi, heet de winkel. Ja, ik vond het wel leuk. Daar verkopen ze allemaal leuke planners en zo. En heel erg leuk. Dan heb ik inkt gekocht. En dit is Archival inkt of zo. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar het kost 6,50 euro op de beurs. En dit had ik nodig. Omdat ik stempeltjes heb gekocht. En deze zijn van Scrap Delight. Ja, mijn moeder is daar helemaal fan van en zo. En ik dacht echt eerst van, what the fuck? En wat heb je allemaal met die winkel? Maar nu heb ik er zelf ook wat van gekocht. En nu begrijp ik het deels, denk ik. Maar dit is dus heel handig voor als je lui bent om zelf die dingen te schrijven. En stempels zien er natuurlijk wel netter uit. Dus dat vond ik hartstikke leuk. Ze kosten 16 euro per stuk. Dus ja, ik vond het echt super leuk. Dan heb ik iets wat ik al heel lang wou. En dat zijn deze Tombow stiften. En het zijn de 12. En op de beurs kosten ze 30 euro. Ik weet niet hoeveel ze normaal kosten. Volgens mij 40. Maar ik heb de 30 euro voor betaald. En ik heb met de pastelkleuren. Dat vond ik wel hartstikke leuk. Want ja, ik dacht ik wou eerst het kleine pakje met alleen pastelkleuren kopen. Maar toen was ik toch goedkoper uit met de andere kleuren erbij. Dus toen heb ik dat gedaan. En ik ben er heel erg blij mee. En dan heb ik een nieuwe bullet journal gekocht. Want ik weet eigenlijk niet waarom. Ik vind ze er zo leuk uitzien vooral. En ik dacht van ja, als het fout gaat in die andere, dan heb ik altijd deze nog. Dus daar ga ik binnenkort ook mee aan de slag. Dus als je daar video's van wilt zien, dan moet je vooral even een duimpje omhoog doen. Ik vind het wel hartstikke leuk. En die kostte 12,50 euro. Dan heb ik hier twee... ik heb ze allebei verkeerd om. Twee soort van posters. Ik ben van plan om ze in een fotolijstje te doen. Maar dit is dus ook van Scrap Delight. En ik vond het echt heel leuk eruit zien. Er staat op de roze staat, whatever you decide to do, make sure it makes you happy. En op de groene staat, it always seems impossible until it's done. Dus dat vond ik ook wel leuk, want dat past heel erg bij mij. Ik denk altijd dat ik iets niet kan en dan doe ik het en dan lukt het toch. En dan heb ik hier stickers. Waar heb ik die gekocht? Weet ik niet meer. Die kostte 2,50 euro, vond ik heel weinig. En deze kun je ook in je bullet journal plakken. En nu ook in een Masha planner en zo. En er staan allemaal random woorden in zoals moments, friend, follow, forever, think, feel to me, freedom, life, happy, story, love. Al die random woorden. En die heb je ook in het zwart. Dus dat vond ik wel leuk. En voor 2,50. Why not? En dan heb ik hier als laatste een zakje. En ik weet helaas niet meer hoe het winkeltje heette. Maar daar heb ik allemaal stickers gekocht. En dan heb ik hier eentje met allemaal gouden details en zo. Heel leuk van je bullet journal of in je planner. Kostte 1 euro. Hier heb ik er nog eentje. Die lijkt er best wel op. Die kostte ook 1 euro. Vond ik super leuk.
En dan heb ik hier ook allemaal stickers waar bijvoorbeeld dinner, deadline, university, party, wedding, workout, dat soort dingen. Echt leuk om ergens in te plakken. En dan heb je hier meer van de to-do-list dingen. Kostte 1,50 deze trouwens. En ja, die vond ik ook super leuk. En dan heb ik als laatste deze. En deze vond ik wel heel leuk met de kleur. Ik wou eigenlijk dat ik er meer had meegenomen, maar ik moest snel weg. Sorry voor mijn hond, want die is weer aan het keffen. Nou ja, ik ga gewoon verder, want anders duurt het veel te lang. Maar deze vond ik dus heel leuk. Ik wou eigenlijk dat ik er meer van had meegenomen, maar moest snel weg. Dus het ging helaas niet. Maar kortom, ik vond het heel erg leuk. En dit waren dan alle spulletjes die ik heb gekocht op de Creado. Ik vond het een leuke dag. Ik was met mijn moeder geweest, met mijn tante, met mijn oud-tante en met een vriendin van mijn moeder. En ik vond het hartstikke leuk. Dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet de reactie achter te laten. En tot de volgende keer. Doei!